Hallo, vandaag is de dag voor de fascinatie voor planten. Fascinatie voor plantendag. Ja, ik verzin het allemaal niet, maar laten we maar eens planten gaan tekenen. En ja, daarom ook die groene baret natuurlijk. Groene planten. Je mag ze wel zelf inkleuren. Wij gaan niet kleuren, maar we gaan wel die bladeren eens kijken. Hoe kunnen we nou planten tekenen? Hoe geef je dat nu weer? Doe je weer mee? Ja, fascinatie voor planten. Vandaag is het de dag van de fascinatie voor planten. Nou, planten, heel leuk altijd om te tekenen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende planten. Ik denk dat er meer plantenrassen zijn dan mensenrassen op de wereld, of dierenrassen. Ja, en het zijn voornamelijk blaadjes, maar ook bloemen natuurlijk. Ja, laten we daarmee eens aan de slag gaan. Ja, ik vind het altijd een plant tekenen. Ik vind het, kijk, als je zo van die bladeren tekent. Dat is wel leuk om dat, die beetjes over elkaar heen te tekenen. En dan heb je ook heel gauw het idee van een plant. Zo. Nou, wel een mooie plant in een pot. Zou je natuurlijk ook nog een mooie bloem op kunnen tekenen die uit die plant groeit. Even kijken wat voor bloem we hier bij kunnen verzinnen. Zo. Achter ook nog een mooie bloem. Zo. Nou goed. Een plant. Nou, je kan ook nog andere planten natuurlijk. Planten met sprieten. Die takken dan ook weer achter elkaar langs tekenen. Geknakt blad. Ik zet ze nu eventjes in potjes, hè, maar daar kan je natuurlijk van alles en nog wat voor verzinnen. Waar je ze inzet. Een plant. Ja. Je kan zeggen, eigenlijk, je hebt ook nog natuurlijk van die vingerplanten. Hoe zien die er ook alweer uit? Die hebben van die aparte bladeren. Is nu heel erg in op het moment. Die planten weer. Een beetje eigenlijk uit de jaren 70. Die volgens mij komen, die planten. En die hebben dit soort bladeren. Zoiets. Ja, dus niet helemaal. Het moet eigenlijk meer een beetje in de vorm van een hartje zo. En dan hebben ze allemaal van die inhammen zo. Zoiets is het meer. Die bladeren eigenlijk allemaal zo een beetje. Die gaten hebben zo naar het midden toe. Nou, ga eens zelf op, gewoon kijken van wat voor verschillende planten heb ik allemaal zelf in huis staan. Misschien heb je geen planten in huis, maar dan ga dan eens in de tuin kijken voor planten. Of zoals ik woon natuurlijk dicht bij het bos,
in het bos eens gaan kijken wat voor planten daar allemaal nu groeien. En ja, dan zul je merken dat er heel veel verschillende planten zijn. En ook met heel veel verschillende bladeren. En misschien ook weer allemaal verschillende bloeiwijzes. Inspiratie genoeg zou ik zeggen. Ga ermee aan de slag en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!